Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en vertrouwde omgeving. Maar als je als kind met een verstandelijke of psychische handicap kampt, kan dat nog wel eens lastig worden. Echter zijn er ook voor deze kinderen mogelijkheden. Een weekendje er lekker tussenuit is niet alleen leuk voor het kind, maar vormt ook een mogelijkheid voor de ouders om lekker te ontspannen. Belangrijk is wel dat deze kinderen optimaal begeleid worden en voorzien worden van voldoende aandacht. Tessie Gardeniers van Enjoy for Kids laat zien hoe zij dit doen. Voor kinderen kan het belangrijk zijn dat ze even ontsnappen aan hun reguliere omgeving door middel van kortdurend verblijf, zodat ze in een andere setting diverse vaardigheden kunnen leren. Ze draaien mee in een gezinshuis waarbij ze diverse taken moeten uitvoeren. Er is ook ruimte voor ontspanning. Ook voor ouders kan het soms belangrijk zijn om hun kind even ergens te laten logeren. Zo kunnen ze meer tijd spenderen met de andere gezinsleden of zelf even bijtanken. Naast kortdurend verblijf kunnen kinderen ook gebruik maken van groepsbegeleiding. Binnen deze groepsbegeleiding wordt er gewerkt aan verschillende doelen, welke ze samen kunnen uitvoeren. Deze doelen zijn gericht op samenwerken, sociale vaardigheden, conflicthantering, allerlei doelen die te maken hebben met samenwerken. Ook is er de mogelijkheid voor individuele begeleiding. Er komt dan een begeleider thuis en dan wordt samen met ouders en eventueel de jongeren een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak worden specifieke doelen gesteld. Doelen die hierbij gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld leren omgaan met je beperking, dagstructuur maken of bijvoorbeeld leren zelfstandiger te worden. Activiteiten die zo al georganiseerd worden zijn creatieve activiteiten, kookworkshops, spelvormen en er wordt veel aandacht besteed aan sport. Het is van belang dat kinderen achter het beeldscherm wegkomen en iets buiten gaan ondernemen. Daarnaast worden er ook maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld koken voor een bejaardentehuis of auto's poetsen waarbij de opbrengst naar de voedselbank gaat. Bij al deze activiteiten staan er diverse doelen centraal. Dit kan bijvoorbeeld zijn leren samenspelen, leren omgaan met winnen-verliezen, werken aan zelfstandigheid of leren iets te doen voor een ander. Als je met kinderen werkt is het van belang om te werken in leeftijdsgroepen. Door met deze groepen te werken kan ieder kind op eigen niveau en leeftijdsadequaat leren. Daarnaast wordt er een veilige en gestructureerde omgeving gehanteerd. Het is namelijk van belang dat ieder kind of jongere weet dat hij of zij er mag zijn.